Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. U heet? Annie Huisman. Ik ben Partij van de Arbeid gemeenteraadslid hier in de gemeente Meppel. En in mijn portefeuille heb ik onder meer de jeugd. En daar gaat het vandaag over. Ja, want op dit moment komt er een heel erg mooi project met twee scholen. Kunt u iets vertellen over dat project? Het is een heel leuk project. Het is een heel leerzaam project. Het zijn inderdaad momenteel twee scholen die eraan meedoen. De insteek is geweest dat we alle scholen in Meppel benaderd hebben om hier aan mee te gaan doen. En wat gaan we doen? We gaan interactie doen. We vragen aan de jeugd van wat speelt er bij jullie? Gaat het naar je zin? Gaat het niet naar je zin? Kom je dingen tegen die je leuk vindt? Zeg je beslist van nou dit vind ik niet leuk of dat vind ik wel leuk. Maar hoe ga je het oplossen? Wat ga je ermee doen? Dat is de insteek geweest de afgelopen weken. En daar zijn twee scholen uit overgebleven. De Wellen uit Nijenveen. En de Woldstroom uit Meppel. En die kinderen gaan vandaag laten zien wat ze gemaakt hebben. Dat hebben ze opgenomen op camera. En vandaag is het hun dag. Zij mogen het vandaag presenteren aan wethouder Jansen om te laten zien wat de uitkomsten zijn van de filmpjes en de onderwerpen die zij gemaakt hebben. Hallo, wij gaan het over twee dingen hebben. Als eerste Biep, dan kan je leuke boeken kopen. En als tweede de Scala. Dan kan je heel veel dingen doen, zoals muziekinstrumenten bespelen. Maar helaas gaat het allemaal weg. Nou, het probleem is dat er niet zoveel activiteiten zijn. En er geen hangplekken zijn. En dus is wel genoeg. Er zijn wel heel veel parkeerplekken, maar er is geen plek voor toestellen. Ik sta hier bij een pannenkooi. Wat is hier het probleem? Nou, er is hier 's avonds geen licht bij de pannenkooi. En als je de bal eroverheen schopt, dan zit er niks overheen dat de bal in de kooi blijft. Wat een troep. Mevrouw. Wat vindt u van deze hangjongeren? Nou, ik vind dat ze een beetje omgeschoft zijn. Omdat, ja. Geen opmorten met die camera! Ja, te veel troep. Ja, want eigenlijk is dit een presentatie, want ze zijn natuurlijk op school, zijn ze ook bezig geweest. U zegt al, ze hebben een filmpje gemaakt. Ja. En ze hebben in de klas hebben ze waarschijnlijk ook iets voorbereid. Ze zijn een paar keer op school bezig geweest in de klas, gekeken met Promedas die hierachter zit. Laat ik dat zeer zeker niet vergeten, want door hun was het niet mogelijk geweest. Ik heb gehoord dat deze instantie of deze organisatie bestaat. Die doet het met jongeren en voor jongeren zijn ze op pad om te kijken dat ze in de samenleving inzichtelijk kunnen maken van wat leeft daar bij de jeugd. Dat houdt dus in dat op scholen ze een paar keer bezig zijn geweest met elkaar in groepsverband en daaruit dus de onderwerpen gefilterd hebben waaraan ze uitgezocht hebben van wat is het probleem of wat gaat er juist goed, hoe lossen ze het op en dat hebben ze op film gezet en dat wordt vandaag gepresenteerd. Kijk eens aan. Het zijn waarschijnlijk de groepen 7 en 8 van de scholen? Ja, de hogere groepen. Ja. Oké, u wordt heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. En nu zijn jullie vandaag mijn raadsleden. En dan komen jullie dus aan met een probleem waarvan ik denk dat er helemaal geen probleem is in Meppel. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hebben gevonden. Jullie hebben wel heel goed moeten zoeken waarschijnlijk. En dan komen jullie met een probleem. En dan ga ik daar straks zitten als wethouder en ga ik luisteren. Of ik misschien ook wel wat vind. Nou, als we dan met die school gaan praten en die school zegt van ja, dat mag wel. Maar dan moeten jullie bijvoorbeeld zorgen dat jullie daar niet allerlei cola blikjes laten slingeren en snoepzakjes. Dat we het ook met z'n allen opruimen. Want ik kan me best voorstellen dat de school zegt wij doen hem dicht. Omdat we anders allemaal constant troep aantreffen of dat de dingen kapot gemaakt worden. En die moeten wij dan allemaal steeds weer repareren en dat kost ons dan elke keer geld. Dus ik kan me voorstellen dat als je dan afspraken maakt met school, van wij gaan er heel netjes mee om. En dan dat de school dan zegt, zolang als jullie dat doen, zou de deur best open kunnen zijn. Ik denk dat als je met de school gaat praten, dat het misschien best is zou lukken. En daar, wat voor speeltoestellen zijn daar? Nou, ja, de kabelbaan is te hoog. De spullen zetten we zo niet op. En de rest is een beetje kinderachtig. Oké. Okay. Maar de kabelbaan is op zich wel leuk. Maar daar blijf je hangen achter dingen of zeg je gewoon
van er zijn te weinig van dat soort voorzieningen en moeten ze beter onderhouden worden? Of wat is dan het probleem rond die rode witte pleuterhuis?